Voetbal Stok, Yes. spits van Dino 1, alleen afgelopen zaterdag niet. Nee. Dat hebben wij weer, een trainer die de slogan Never Change a Winning Team niet kent. Ja, inderdaad. Iedereen kan een foutje maken. Zaterdag sta je erin. Ja, zaterdag sta ik weer in de basis. Maar je bent nog keeper voor geweest altijd. In het verleden wel, ja. Maar dat heb ik achter me gelaten. En ik ben in de spits gaan staan. Hoe bevalt het spitsenleven jou? Goed, goed. Conditioneel wat zwaarder, maar daar zijn we Is inmiddels aan gewend. het zwaar? Nou, het is even, zeker de omschakeling is even wennen geweest. Maar dat inmiddels is dat alweer 6, 7 jaar geleden. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Kun je nog een beetje keepen ook, of ben je dat echt helemaal verleerd? Nou, Voor geval van nood, zeg maar. verleren doe je het nooit. Maar nou ja, het zal weer even wennen zijn. Maar verleren zal ik het nooit doen. En goals maken is leuker dan ballen tegenhouden? Absoluut, ja. Ja? Ja. Ja, ik heb veel meer een voldaan gevoel als ik heb gevoetbald. En dan ook merendeels omdat je dan conditioneel gewoon alles eruit haalt. Als dat ik een wedstrijd heb gespeeld of gekiept. En dan, ja, dan heb ik gewoon geen voldaan gevoel. Dus dan heb ik dan ook die switch gemaakt. Scoren is anders dan de nul houden. Ja, absoluut. Ja? Ja. Wanneer kwam je erachter eigenlijk? Wanneer kwam ik erachter? Nee, ik voetbalde al toen ik keepte in de zaal. En dat vond ik eigenlijk altijd ook heel leuk om te doen. En ja, vroeger. Dan ben je jong en dan heb je altijd nog een beetje een jongensdroom. Misschien breek je ooit door. Want onder de talent van de voetballers val je. Maar op een gegeven moment ja, heb je een leeftijd gepasseerd dat je dat niet meer hebt. En dan denk ik van, nou, nu wil ik het echt puur voor mijn plezier gaan doen. En ja, dan ga ik voetballen. Kwam er een aanbieding binnen. Ja, aanbieding inderdaad. Ja. Hey, maar redelijk gescoord al. Hoeveel zijn het er? Spitsen weten dat altijd precies. Ja, nou in de competitie loop ik nu iets achter. Mijn gemiddelde is nu iets gedaald. Maar met de voorbereiding daarbij sta ik nu op vier doelpunten. Ik liep een tijdje 1-op-1. Nu in de competitie 3,5 wedstrijd, 1 doelpunt. Zaterdag de Steeuw. Ja. Dat is een wedstrijd die je kan winnen en verliezen. Ze Ja. staan er niet zo heel goed voor. Maar dat zijn de gevaarlijkste wedstrijden. Hoe zie jij dat? Ja, absoluut. Dat zijn zeker de gevaarlijkste wedstrijden. Altijd een lastige ploeg. Een aantal keer al tegen gespeeld. En ja, altijd een aantal technische voetballers. Ja, die toch een individuele actie in huis hebben. Vaak verdedigt iets minder sterk. Hoor je, als je een mindere dag hebt en je komt 1-0 achter en ja, je loopt zelf een beetje te kutten, dan kan je het daar heel lastig krijgen. Maar goed, daar moet je niet vanuit gaan, gewoon van je eigen kracht uitgaan, zoals we de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Dan heb ik Hoeveel het gaat volle de oud vertrouwen. doelman dan maken? Ik heb gezegd 2. Twee. Ja. Oké, hou we aan. Oké, okay. Succes. Dankjewel.